Of hij er al was. Nou, ik had hem net aan de telefoon, want hij zei dat er een faxje aankomt. Ja. Ik weet niet waar hij zit. Hebben we nog druk vandaag? Nee, normaal niet. Nee. Hey, geen dingen tussen of zo. We kunnen wel lekker iets aan de presentatie. We pakken een draagbare telefoon, we gaan bij Loos zitten aan de koffie. Zo is het. Een lekker stukje appeltaart. Oh, Susie heeft een fax, zie ik. Dat ding was leuk misschien. Dat denk ik. Voor jou, Ed. Yo, Ed! Een bakje koffie, Suus. Ik heb. Je hebt dat. Kom hier niet even gezellig bij zitten. Hé? Wat is? Een spoedklusje. Maar je zei net... Vastel. Oh, dat is machtig. Wat is het? Ik had afgesproken dat we geen spoedklussen meer tussendoor zouden krijgen. Dat zou toch... Jongens, luister eens. Het is echt kut. Probleem. Klusje van Sloot BV. Hij heeft een klus aangenomen voor Kofman, je wil het echt niet weten, maar folder A4, 348 pagina's oplaag 10. Voor heel veel, kom op, we moeten Dit is gewoon niet normaal. Kom op, het moet allemaal vandaag klaar. De goos is helemaal vandaag klaar. Oh ja! Hè? Dit kan niet. Jongens, beraden! We hebben de K, we hebben de U, we hebben de T, we hebben de T-klus! Hé, hey Jan, wat heeft Rien? Nee, joh, perfect. Ja. Hé, hey Jan, wil je even als een speer hierin komen? We hebben echt een bloedspoedklus. Ja. Ja, is klaar. Ja. Nee, een gids. Ja, oké. Okay. Ik brief het hier wel eventjes aan je. Perfect, tot zo. Hé, hey, top, hè? Dag. Oké. Okay. Ja, oké, als de gids klaar zijn, dan red ik je gelijk. Oké, okay. Bye.
bestelbaar. Ja. Snel moet, dan wordt het ook snel. Kost je een kaartje. Ja. Dan heb je ook wat. Ja, net zo makkelijk. Zo, oké, okay, Deel, we hebben twee voorstellen gemaakt. Ja. Deze, hier gaan we helemaal voor. Dit is waanzinnig creatief en ja, dit moet het gewoon worden. Ja, hij is waanzinnig inderdaad. Dit is echt tof, hè? Ja. Ja. Dus de voorzijde en de binnenzijde dan dus. Ja, ja. Ja, we hebben hier ook nog een tweede voorstel gemaakt, maar ja, dat kan je nog laten zien. Nou, als alternatief voorstel. Die kan ook. Nou, ja, die is niet tof. Dat kan het echt niet worden. Het moet echt ja. Aan worden. Want het moet aan. Ja, je weet hoe het gaat. Dus, okay. Ja. Zo, geweldig, man. Dat is heel gaaf, hè? Ja, echt gigantisch. Ja. Top. Leuk. Hé, hey, jongens, neem ik gelijk mee. Ja, gaan we gelijk mee. Oh ja, oké. Okay. Ja. Evelien, okay, moeten we die nog uitleggen? Nee, joh, is toch hartstikke duidelijk? Voorkant, binnenkant, perfect, top! Hey, Dil, wil jij gelijk sloten? Ja. Oké, okay, perfect. Evelien, ja. Misschien overbodig om te zeggen, maar het moet echt A zijn, hè? Oké. Oké, dat is goed. Hey, sloot, schetsen zijn klaar. Spoedkarriertje nodig en die moet naar Kofmans in Voorburg, maar het moet echt heel snel. Zo, dat was echt snel. Voorburg. Ja. Willem is een stickertje aan de Kofmans. Dus staat beneden bij Eriksstraat. Ja, klopt. Evelien? Ja? Heb jij die schetsen daar zo? Dan kan Erwin weg. Hey, Erwin. Ik doe ze van Siri, jongens. Ja, schet ze daarin. Ziet er echt gaaf uit. Ja, jij weet waar het is, denk ik, hè? Ja, ja. Echt bloesvoet, jongens. Gaat hem op zijn staart. Shit, offerte. Ik ga allemaal even achteraan. Shit, en Nee, maar dat geeft niet. Nee, als hij binnenkomt, dan laat ik hem je.
Je belt zelf. Oké, dag Pete. Het is tenslotte natuurlijk gewoon een heel goed voorstel. Ja, natuurlijk. Het was een prima voorstel. Precies. Maar daar gaan we ook mee verder. Dus nou, de fotografie moet nu geregeld gaan worden. Vanmiddag. Vanmiddag moet het klaar zijn. Nou, je hebt de schetsen gezien. Ik heb dus dia's nodig van wilde dieren en van duikers. Wilde dieren? Ja. Waar haal ik die vandaan? Blijdorp, Beeksbergen. Kijk maar. Jij bent de fotograaf, je regelt het maar. En duikers? Ja. Ook vanmiddag? Ja. Is die zon vanuit? Hoezo? Alsjeblieft, ga je mee? Hey Suus, succes hè? Dank je. Hoi. Wat is dit nou weer? Corporate vanmiddag met Arno. Hé? Hey? Wie? Correcties? Ja, oké, ik zal doorgeven. Ja, oké. Okay. Wat is dit nou, joh? Hey Arno, als je klaar bent met spelen, wil je dan even de boel op schijf zetten, want ik moet er zo mee naar boven. Wat is dit nou, joh? Ik heb weer een bom. Een wat? Ja, kijk dan! Een bom! Nu is even rustig. Bom! Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor, hoor. Ik vraag aan Suus of ze de computer eventjes maakt, en dan ga ik alvast naar boven. Oh. Is het weer zover, Arno? Kom je computer weer maken. Hé. Klaar! Wat moet ik zo doen? Echt niet te geloven. Weer afgekeurd. Echt helemaal gek van. Voor jullie. Wil je dat gelijk uitleggen? Ja, graag. Oh. Ja. Is het wel een beetje veel? Ja. Is hoop zetten. Zo? Ja. We moeten een reisbrochure maken voor Kofmans. Ja. We moeten ongeveer zo uitkomen te zien, hele brochure. Dan bel ik even aan iemand, dan gaat ook niet even te pas komen. Vraag of hij er even bij komt zitten, ja? Nou, dit is het setwerk, 348 pagina's. Alles is aangegeven. Ja. Nou, volgens mij kunnen jullie aan de slag. Jij moet een aantal scans maken. Ook nog wat retoucheren. Weet jij een kruk? Nou, weet ik niet precies, maar dat krijg je straks. En wanneer moet het af? Dan moet je aan Edwin vragen, iets van de planning. Dat is een leuke klus. Ja, dat is een mooie klusje, joh. Leuk dat je het. Ja, zeker. Maar wat een leuk werk, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Gaan we wel aan de slag. Gaan we het setwerk bekijken. Ja. Ik moet alleen nog even de plek lopen bij Arie en Caroline. Daar ben ik nou. Heb je even een tel? Ed, jij weet de planning van deze klus? Ja. Wanneer? Vandaag. Vandaag? Ja. Nee, dat kan nooit. Ja, maar ik heb koffie voor de hele dag. Ja, maar een hele grote klus, dat gaat toch niet? Ja, dat is jullie probleem. Nah. Nee, dat lukt. Bart, ik krijg net een fax binnen met nog een paar kleine correcties op deze voorzijde. Ja, eventjes. Nee. Het valt mee hoor. We hebben die zebrastrepen hier, maar die vervallen en daar maken we een blauwe achtergrond van. Dat meisje heeft nu zo'n hula hoela rokje aan, maar dat maken we een badpak en een zwemvestje, weet je, zo'n bandje omheen. Gewoon een beetje vrolijker effect. Dus, maar verder is die perfect hoor. Verder is die echt hartstikke goed. We moeten alleen die correcties even doorvoeren. Ben jij levensmoe of zo? Nee, maar verder is die perfect op, Bart. Het kan niet, het kan gewoon echt niet. Er kan veel, maar dat kan gewoon niet. Tuurlijk wel, joh. Het kan best, als je het maar wil. Maar dat kan makkelijk aangepast worden, dus geen probleem. Dat kan niet. Ga jij het maar vertellen. Het kan echt niet. Het is of dat ding eruit, of ik eruit. Nee. Zeg het maar. Zo, oké, nou als het zo moet. Is goed. Oké. Nou, koffie. Snap jij dat nou? Ja, laten we het even maar naar boven doen. Ja, want het heeft haast. Ja, zeker. Ai, ik heb de dia's. Ja. Oh, dus fijn. Ja. Kijk, dit zijn de duikers. Oh ja. Nou, netjes. En dit zijn de safaris.
De safari. Maar anders zijn er, hoeveel dieren zijn dat wel niet? Ja, 254. Moet je even scannen. Even scannen en dan... Dan moet je nog kijken, man! En je moet ze nog een beetje aanpassen. Ja, oprotten. We moeten natuurlijk niet meer naar eens kijken. Dat is een kant helemaal niet, man! Ik ga, hoor. Wilde dieren, dat zijn helemaal geen wilde dieren. Kom hier, jongen. Wat? Wat noem jij dit? Dit zijn de wilde dieren? Ja, nou ja, kijk, je moet ze een klein beetje reduceren, maar... Klein beetje. Hier moet je even een leeuw van maken. Ja, een leeuw, man, dat is de poes van mijn grootmoeder! Oh, een klein beetje reduceren. Hier, dit is een foto van Tom of zo. Wat moet ik hiervan maken? Dit wordt het nijlpaard. Nijlpaard? Ja, kijk, zoveel tijd hebben we niet gehad en moesten dat even fotograferen. Ja, jullie zijn helemaal gestoord, man, wat gaat om hier? Nou, ik vind wel dat je van een muggenolifant maakt, hoor. Ja, dat moet ik toch ook? Ja. Nog koffie? Arie, koffie? Komen jullie eten, jongens? Morgen. Hij is dood. Ja, nee, ga dan. Nu wordt het echt. Even happy, hè? Ja. Oké, ja. Dat zie je niet, hoor. Die gasten die ogen die verkleuren. Hoe kom je dan? De ene keer is de blauwe ogen dan groen. Ah! Dat zou mij wel. Mag ik er eigenlijk aan? Hé, worstje wel. Nee, de rest is niet zo. Kom, eten! We kunnen er nog meer. Worstje! Wat blijft u nou, Jules? Hey, shit, we hebben de kaas gaan halen. Altijd hetzelfde. Zo, nacht die even. En nu? De kaas. Eddie, ik heb het proeven. Zo, dus snel. Ik heb het proeven van binnenwerk. Arie komt dadelijk met de lithografie. Jongens, controleren. Als je correct hebt, hoor ik het wel. Oké. Okay. Pagina 1. Goed. Pagina 2. Goed. Ah, top. Pagina 3. Goed. Hey, goed, hè? Pagina 4. Goed. Hé, hey, Bart, is het al klaar? Ik durf het bijna niet te dragen, maar hoe gaat het? Nou, het is af. Is het af? Ja. Mooi. Ik zal het wel even laten zien. Ja. Kijk, dit is het varken. Ja, maar dat moest je wel aanpassen. Ja, daar heb ik... deze worden wel gemaakt. Oké, ja. Perfect. En van dit kanijntje heb ik de kangaroo gemaakt. Nou, kijk, was dat nou zo moeilijk? Wacht het heel even, schoon. Carolien, we hebben akkoord. We kunnen draaien. Oké, dan ga ik het gelijk proberen. Ga je dat snijden? Ja. Dankjewel. Hey, jongen. Goedemiddag. Perfect, ik ga meteen sloot bellen. Gigantisch, jongens. Hij is te gek, hè? Ja, het ziet er goed uit. En de rest? Wat we er in de korte tijd van konden maken. Nee. Doe maar. Hey, sloot. Hoe zit je? Ja, spullen zijn binnen. Daar is perfect. Ja, echt onwijs. Hé, hey, nog bedankt voor het gebak, hè? Namens allemaal. Hartstikke fijn. Ja, hé, hey, nog even wat namens allemaal wat. En fijne dag nog. En... gaan we even proosten op je trouwdag morgen. Ja? Wacht even. 1, 2, 3. Proost! Ja, we gaan er maar door. Ja, het is klaar. Ja, helemaal klaar, hoor. Hey, jongens, tot morgen. Hey, tot morgen. Bye.
stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go?